Tatje! Zie ik dat nou goed? Patatje? Ja. Hoezo vind je... Dit is niet normaal! Ik heb al die tijd gedacht dat je dood was. Je doet gewoon alsof je een liefdesdokter bent. Je doet... Waarom heb je je eigen gezicht nooit getoond? Wie was dat meisje? Heb je überhaupt wel meisjes boven slapen? Ja, dat natuurlijk wel. Ik ken me, je weet natuurlijk... Liggen er wel, maar... Je gaat niet vertellen dat meisje was... Jij? Kate? Hey, was Kate. Jij dat ook? Was jij alles? Domme gast. Domme gast. Hou nou eens je... Al die tijd dacht ik dat jij dood was. Maar jij was helemaal niet dood. Hoe kan je zoiets doen? Ik was verdrietig. Ik was bij een graf. Ik heb elke week bijna wel iets bij een graf neergelegd omdat ik je miste. Leuk. Wat je leuk. Je kan nu wel boos worden op mij. Maar ik ben degene die boos moet worden op jou. Op mij? Ik probeer de tijd dat ik weg ben, probeer ik je te helpen, te sturen, te... Maar je hebt het gewoon te niet... Te sturen? Door. Door jezelf te verkleden als een vrouw? En dit is echt het stomste wat je ooit hebt gedaan. Stik erin. Voor mij ben je dood. Wat? Laat ik het zo zeggen. Wat? Op wie ben je verliefd? Op helemaal niemand. Op Katie dacht ik eerst, maar toen was je... Gadverdamme! Ik ben jou helemaal beu... Nee, hou je mond! Nu moet je je mond dicht houden. Jij hebt genoeg gedaan. Voor mij ben je dood. Je was al dood. Nee. En ik ben er klaar mee. Blijf weg, jij. Nee. Ik ben er klaar met jou. Ruzie met Kirsten. Kajus, ik wil een botsing mee. Patatje. En ik wilde alleen maar hier gaan slapen. En Patatje leeft gewoon nog wel. Waar kan ik nou gaan slapen? En het regent ook nog eens. Ik ga gewoon naar het gemeentehuis. Dan kan ik vast wel op een honderd onweerd op de stoel slapen. Alles ging een beetje goed. En dan moet dit nu allemaal met mijn vrienden... Kan ik het wel vrienden noemen? Moet het allemaal fout gaan? Dat zit ook nooit mee in mijn leven. Nooit. Nooit. Wat is dit? Mijn standbeeld. Nee, dit is de pracht van de stad. Dit is het mooiste van de stad. Ook het allereerste wat hier staat. Het staat in de fik. Zie ik dit nu goed? Nee. Dit is het ergste wat me kan overkomen. Dit is mijn alles. Mijn moeder is slecht. Kirsten en Kai zijn omgewisseld en zijn tegen me gekeerd ineens of zo. Ik heb ruzie met ze. En het patatje leeft gewoon. En ik heb ook ruzie met hem ineens. En dan gebeurt dit nog? Dit is echt de slechtste dag van mijn leven. Of is dit allemaal gewoon een droom of een nachtmerrie? En ook nog eens regen, onweer, van alles. Ik ga slapen. Ik heb slaap nodig. Ik kan niet eens meer helder nadenken. Het is verschrikkelijk allemaal wat me overkomt nu. We zijn gesloten. Ja, morgenochtend is het weer open. Dus ik moet zorgen dat ik voordat het open is genoeg slaap heb gehad. Want ik ben doodmoe. En ik begin dingen te zien. Lijkt wel die er helemaal niet zijn. Maar volgens mij zie ik dit wel allemaal echt. Oh, nee! Mijn standbeeld! Dat is helemaal ingestort. Wie zou dit hebben gedaan? Die zal er voor boeten. Wie heeft dat gedaan? Ik moet gaan slapen. Ik ben doodmoe. Oh, ik ga slapen en ik kijk morgen wel weer verder. Ik was in slaap gevallen. Ik ging natuurlijk slapen hier in het gemeentehuis in mijn eigen kantoor, maar... Oh mijn god, heb ik nog steeds die poster aan hangen van die... lelijke... oude vriend. Die me nou best wel voor de gek heeft gezet, maar... Hopelijk heeft niemand het gezien. Dat ik met hem heb gedate en dat hij deed alsof hij nou echt mij wilde helpen. De liefdesdokter. Oké, de poster die laat ik nog wel weghalen. Oké, ik moet eens even kijken hoe het zit met de geldzaken hier. Ik heb helemaal geen zin om aan het werk te gaan. Ik heb echt geen zin in. Ik heb zoveel aan mijn kop. Maar oké, ik moet even kijken. Waar zitten
het geld, de geldzaken in. Ik moet mensen betalen natuurlijk hier zo, anders dan krijg ik dat ook nog eens naar mijn hoofd toe geslingerd. Dus er kan zoveel gebeuren hier. Waar zit het geld ook weer in? Ik doe dit nooit zelf, maar er is ook helemaal niemand op het kantoor vandaag. Even kijken, in deze kist, in de boeken. Deze kist misschien. Oh! Hey! Hey! Jij! Maat! Maat? Patatje! Ja. Wat kom jij? Ja. Wat doe jij achter de archieven? Deze zooi die jullie nooit hebben opgeruimd in het gemeente, daar woon ik al. Nou ja, wat zal het zijn? Ik denk meer dan een jaar woon ik hierachter. Hoe kan jij hier wonen? Ik heb dit nooit geweten. En je hebt niks betaald. Je moet huur betalen als je ergens woont, dat weet je. Ja hoor, man, ik moet huur betalen. Gast, weet je nog die keren dat ik je heb gered? Dan moet ik nou ineens huur gaan betalen? Jij moet bijbetalen. Jij mij ge... Ja, ik heb je ook proberen te redden, maar toen ging je dood, dacht ik. En ineens sta je weer hier voor mijn neus. Ja, maar ik heb je liefdesadvies gegeven. Ik krijg geld van je. Ik weet niet waar een pin is, maar ik krijg geld van je. Jij krijgt helemaal geen geld van mij, liefdesadvies. Het was allemaal fake. Alles was fake en je wilde me... Jij moet gewoon... Wil je het zien? Wat wil ik zien? Nou, het is klein hoor. Het is echt klein waar ik heb gewoond. Waar je al die tijd hebt gewoond, wil ik dat zien? Nou, ja, nee, ik wil dat je verdwijnt uit mijn gemeentehuis. Maar je, nee, kom, je moet wel even je neus dicht doen als je naar binnen gaat. Je denkt echt dat ik dat stinkel in wil? Kom. Oké. Vooruit dan. Ik ga maar mee. Ik ben wel heel benieuwd hoe jij al die tijd hebt geleefd. Het is hier donker. Het enige licht komt door de gaten van de muur. Ja. Oké, okay, gelukkig dit heb ik een zak. Dit is mijn stekkie. Je hebt hier meer dan een jaar gewoond? Ja, in dit kleine ruimtje. In deze kleine ruimte, wat de hel. En ik dacht dat we tocht het hier elke keer. En dat komt door deze gaten hier achter het archief. Heb jij... Ja, en ik maar hopen dat ik wat eten kon graaien hier. Maar nee, dat kon helaas niet. Hoe kon je dit al die tijd gedaan hebben? Wat? Ja, oké. Okay, nou ja, ik zat een beetje te jokken. Wat? Ik heb meer, maar... Ik wat denk dat dit? Je dan helemaal flipt wat er in je gemeentehuis allemaal zit. Wat probeer je me te vertellen? Wat zit hieronder? Wat is dit? Ja, je lacht ook de hele tijd. Ik vind dit niet grappig. Oké, kom maar. Oké, wat zit hier nou weer onder? Ik ben zo benieuwd. Wat is dit? Dit is mega groot. Ja, wat denk je, gast? Ik moet toch wel een beetje normaal kunnen leven als ik jou moet onderhouden? Mij onderhouden? Je hoeft me niet te onderhouden. Ik kon gerust wel voor mezelf zorgen, hoor. Nou, dat denk ik niet, jongen. Ik ben eens met een brief van een liefdesdokter in mijn brievenbus. En dan denk ik, date ik met een vrouw, denk ik. En dan ben jij het gewoon. Ja, en was ze leuk? Ze was een beetje... Nee, ze was niet leuk. Nee. Ze was hartstikke leuk, ja. Dat dacht ik al. Nee, je hebt hier zelfs een mega groot bed. Ja. En een opslag? Hoe lang? Je hebt hier, je zei al, meer dan een jaar woon je hier al. Ja, ik snap het wel. Je kan hier prima vertoeven, zeg. De hel, maar je had gewoon bij mij kunnen vragen van... Hé, ik leef! Hé, ik leef gewoon! Dan was ik dood geweest. Natuurlijk kan dat niet, man. Maar, nee, ik had je gewoon een huis kunnen geven. Je had gewoon mijn buurman kunnen zijn. Dat kan toch niet, jongen? Anders had ik dat toch wel gedaan. Als ik zou... Ik ga het je niet eens uitleggen. Dat is veel te gevaarlijk. Voor jou en voor mij. Oké, gevaarlijk? Een onzin, zeg! Nou, het is hier beeldschoon. Je woont weet hier in ieder geval niet. Weet je wat onzin is? Nee. Ja, jouw moeder. Wat? Nee, daar heb je trouwens wel gelijk in. Ze is met gekke dingen bezig. Ik moet je zoveel uitleggen. Ach, er is zoveel wat ik je moet vertellen. Je hoeft mij niks uit te leggen, hoor. Kijk. Holy damn, je hebt hier allemaal hoofden van bekende mensen. En... Ja. Wat is dit voor ruimte? Ik, in die tijd dat je mij niet sprak, heb ik jouw leven in de gaten gehouden. In de gaten gehouden? Bijvoorbeeld, je moeder. Mijn moeder, ja. Die is knettergek. Knettergek. Dat wilde ik nog gaan maar vertellen, maar... Maar zo knettergek... Dat ze je wilt beschermen. Ze wil jou beschermen. En weet je voor wie? Wacht. Hoe weet je dit? Ja, door deze dingen. Gastjongen, ik woon in het gemeentehuis. Waar ben jij iedere dag?
In het gemeentehuis? Ik werk hier. Dit is mijn gemeentehuis. Ja, camera's in je huis. Waar ben je bijna de hele dag? Thuis en in het gemeentehuis? Ja, inderdaad. Je ziet alle beelden van alle camera's door de hele stad. En hoe gaat het voor het project voor je stad? Om je burgertjes wat lief te doen. Zelfs dat, weet je? Ja. Dat is alweer weken geleden dat ik dat heb besproken. In de wijk. Oh, dat klopt er allemaal maar camera's. Maar dit meisje. Dit meisje, weet je wie dat is? Dat is secretaresse Kirsten. Ja, inderdaad, ja. En daar... Nou, daar heb je wel gevoelens voor haar. Dat weet je zelfs? Dat ik haar wel leuk vind? Ja, en wie wil nou niet dat je een relatie krijgt? Papa? Mijn moeder, dat klopt! Want hoe ging het met je vorige relaties, Marnik? Nou, dat alles ging fout. Laten we het er maar niet eens over hebben. Oké. Die hebt gelijk. Kai. Je weet alles. Kai is de enige gozer hier die een beetje normaal is. Niet helemaal goed, maar die is tenminste nog een beetje normaal. Die probeert je te helpen. En tegen wie doe je lelijk vanavond? Ja, hij deed ook een beetje lelijk tegen mij. Kai. Dat dacht ik al. Ik had dat niet moeten doen, ja. Klopt, je hebt gelijk. Mm-hmm. En wie is dat er dan nog achter? Oh! Die ken ik wel. Poesie. Dr. Poes, dat is een beetje de baas van de caravan, van de camperregio. Ja, dat denk jij, ja. Dat denk ik. Dat hij de baas. Maar hoe gaat het met hem? Heb je hem laatst nog gesproken? Ik heb hem al weken niet gesproken. We hebben een afspraak. En ik zei net dat ik camera's heb in het gemeentehuis. Wat zag je net toen je bij het gemeentehuis was? Het standbeeld die in de fik staat en alles gebroken. Oh, ja. En hoe is het contact met hem? Dat kan hij niet gedaan hebben. Ik heb hem al weken niet gesproken. Misschien daarom. Ik denk dat het probleem is, gast. Ik had een afspraak gemaakt, maar ik heb me er nog niet aan gehouden. Oh, mijn god. Waarom help je me niet? Waarom waarschuw je me? Je moet me dan ook helpen als je dit allemaal weet. Gast, al deze pakjes. Deze pakjes moet ik aan hebben om niet op te vallen. Ik moet zeggen, geel valt wel erg op. Maar voor feestjes of zo moet ik dit aandoen. Ja, oké. Oké, klopt. Oké, ik zie hier nog mensen. Ik zie hier nog een koppie en ik zie hier nog iets heel engs wat me heel bekend voorkomt van toen Kirsten werd ontvoerd. Ja, inderdaad. Ja, hou ik ook in de gaten. Hoe weet je dat allemaal? Oké, maar wie is de middelste dan? Die ken ik helemaal niet. Dat is Morris. En ja... Ja... Ja, wie is dat? Hier zijn jullie. Ik wou het net aan je voorstellen. Ah, je hebt echt een groot probleem.